ik zei net al even buiten de microfoon van harte welkom terug. Van Vleuren. En als mevrouw Vleuren erbij komt, dan schort ik graag de vergadering om bij de nieuwkomer. Je bent geïnstalleerd tot raadsvolger. Leg eens uit. De meeste fracties kennen een raadsvolger. Dat is eigenlijk degene die meer kan denken en meer mag praten met de fractie. In die zin in het collectieve verhaal van de VVD-fractie kan meer beslissen. En op die manier een stem kan inbrengen. En waarbij je ook deel kunt nemen aan vergaderingen, voorbereidende raadsvergaderingen. Waarom is de VVD-fractie bij jou uitgekomen? Gezien de volgorde van de lijst. Dus dan kom je eigenlijk op een gegeven moment uit bij de volgende. En dat was in dit geval ik. Ja. En als je dan kun je zeg maar zeggen van nou dat hoeft voor mij niet. Hè? Want je kunt zeggen van nou ik pas voor die functie. En ik doe pas meer als betaald wordt. Maar ik heb gezegd ik doe gewoon mee. Tot hoe lang ben je van plan raadsvolger te blijven? Ja, dat weet je niet. Want als er bij ziekte of overlijden, dan laten we hopen dat dat niet het geval zal zijn. Of bij vertrek van van de fractieleden. Dan zou ik alsnog in de raad komen. Wanneer dat, of dat überhaupt plaatsvindt. En zo ja, wanneer, dat is natuurlijk, dat weet niemand. Met meer goede verhouding sociale woningbouw en huurwoningen, gewone huur, verhuur en koopwoningen. Dat is bijvoorbeeld een element waar ik druk mee bezig ben geweest. Maar ook veiligheid. Hè. We hebben hard geopperd en gevochten ook voor meer cameratoezicht bijvoorbeeld. Het tegengaan sexting. Daar hebben we een heel groot punt van gemaakt in de vorige periode. En daar heb ik namens de VVD het woord op gevoerd. Er is nu beleid op gemaakt. Dus dat is wel grappig. Ik ben nu weg, maar je ziet nu dat er pas dingen worden uitgerold. Wat destijds besloten is, waar ik me destijds voor heb ingezet. Maar goed, je hebt nu ook weer nieuwe uitdagingen voor de stad. En veiligheid blijft een belangrijk thema. Woningbouw is een heel groot thema voor de komende jaren van Almelo. Er zijn financiën. Ja, goed, dus er komen ook nog wel grote uitdagingen aan.